de onvoltooide symfonie van Schubert, een in mysterie gehuld werk. We spelen het samen met het prachtig vioolconcert van Felix Mendelssohn met topvioliste Maria Milstein. 17, 18 en 23 maart. Kijk je op zeusorkest.nl. De viool staat centraal in deze concerten. Let op Petra Flipse, altvioliste. Ze stelt zich nu aan u voor. Voor de muzikus is zijn instrument zijn alles. Beschermd in de koffer of kist vinden we ook veel kleine zaken met een vrouw. En daarmee maken we kennis met de persoon achter het instrument. Hij zit qua klank tussen de viool en de cello in. Ik denk dat de altviool is echt herfstkleur, is warm geel en oker, oranje, donkerbruin. Ik denk dat dat er het mooist bij past. Ik heb in het dagelijks leven eigenlijk nauwelijks make-up op. Maar bij concerten ja, vind ik het eigenlijk altijd wel mooi staan. Je bent allemaal in het zwart lang en dan is een kleurtje, dat voegt wel wat toe. Ik speel zo'n 27 jaar bij het Zeeuws Orkest. En dat is natuurlijk een enorme tijd. Dus eigenlijk hoor ik al zo'n beetje bij het meubilair, om het zo maar te zeggen. Twee treurwilgen staan bij de plas. Zo intens, bijna menselijk te treuren. Maar zijn ze alleen, met geen mens om zich heen, dan staan ze zich daar te bescheuren. Als zaal zie je een orkest met allemaal keurige mensen die heel serieus bezig zijn in een zwart pak. Achter het podium is het gewoon een bende en iedereen staat zich om te kleden en het is gewoon heel gezellig. En die tegenstelling zit ook eigenlijk wel een beetje in dat versje. Thuis was het omdat iedereen muziek maakte altijd een beetje zoeken naar een plekje waar je rustig kon studeren. En ik oefende heel graag in de badkamer, want dat galmde zo fijn. Dan voelde ik me gelijk drie keer zo groot als ik daar speelde. Als ik tegenwoordig studeer, dan heb ik vooral een plekje in huis waar de buren geen last van me hebben. Ja, over een jaar of vier verhuis ik naar Oostenrijk. En dan moet het orkest gedag gaan zeggen. En ik weet zeker, ik ga het enorm missen. Omdat het gewoon zo'n heerlijke, ontspannen manier van muziek maken is. Waarin iedereen gewoon zichzelf kan zijn en zijn best doet. Ook in Oostenrijk, daar is ook een orkest. Daar ga ik zeker proberen mee te spelen. En het gaat me niet zozeer om de prestatie, maar wel om gewoon lekker muziek maken.